Yo, kijkers en welkom bij deze video zonder gameplay, want ik ga het namelijk hebben over WWE 2K15. 2K15, om het even op zijn Nederlandse termen te zeggen. We hebben namelijk eindelijk een screenshot gekregen. Um, er is al wat eerder nieuws uitgebracht, maar er waren wel playercards ook al uitgegeven van, um, ik geloof, 5 worstelaars. Van worstelaars die dus in de game zouden gaan zitten en in gaan zitten. Maar verder nog helemaal geen in-game stuff. En dat hebben we nu dus wel. Eén screenshot is het maar. Het is niet veel. Maar het begin ziet er veelbelovend uit. Een screenshot met John Cena tegenover Randy Orton. Dat kan je zien. Orton zelf zie je zijn gezicht niet. Maar Cena wel. En de graphics zijn in ieder geval een heel, heel groot stuk vooruit gegaan. In vergelijking met voorheen. Maar... Voor de Playstation 3 en Xbox 360 gebruikers heb ik slecht nieuws. Deze graphics van dit screenshot zijn niet voor jullie. Dit is namelijk van de nieuwe, nieuwe facial scan features die zijn gebruikt. Um, en die komen alleen in de next gen consoles Playstation 4 en Xbox One. Dus helaas, huidige of... Current gen consoles gebruikers, of last gen, hoe je het nu ook moet noemen. In ieder geval, Playstation 3 en Xbox 360 gaat dit niet krijgen. Um, verder, het voorheen nieuws is ook goed nieuws. Namelijk, er komen vijf keer zoveel animaties in de game. Wat inhoudt dat alle moves en etcetera, gaat allemaal soepeler lopen. Um, ik ben benieuwd hoe een aantal animaties nou gaat in de hoeken van de ring en bij de touwen. Want ik heb ook wel eens rare glitches gezien. Um, vooral online dan. Singleplayer viel wel mee. Maar online... Ja... Uh, yeah. Dat ging niet echt uh... soepertjes. Om het maar zo te noemen. Rare shit. Door de touwen heen. Buggy. En allerlei gare zooi. Dus uh, die animaties gaan het hopelijk... Um, een soort van verbeteren dat er meer is. Ik ben alleen ook benieuwd hoe het zich allemaal gaat overlappen nu. Want een aantal moves zagen er raar uit. Um, een speer en zo. Als, dat, als de afstand niet echt juist was, dan kon het er heel apart uit gaan zien. Dus ik ben benieuwd of dat nu met meer animaties en zo, of dat allemaal gaat opgelost worden. Ik hoop het wel. Ik ga er ook wel van uit dat het in ieder geval een deel van de problemen verholpen zullen zijn. Uh, maar goed, dat is nog uh, werkelijk afwachten naar in-game video wat we kunnen zien ooit deze maand, als het goed is. Want IGN, voor degenen die dat niet weten, die, uh, die covert deze hele maand augustus. Um, als ze iets nieuws hebben over de game, dan laten ze dat direct weten of zo. Iets, iets in die richting. Um, even zien, de animaties heb ik nou gehad. Ik doe dit even snel uit mijn hoofd, dus sorry als er wat foutjes in zitten. Um, de Hulkamania Edition is ook aangekondigd. Uh, wat je daarbij krijgt, is dus in ieder geval een speciaal hoesje. Nou. De, ja, dat kan. Uh, dat maakt mij niet zo uit. Wat je ook krijgt is een uh, playercard van Hulk Hogan. die met de hand gesigneerd is door Hulk Hogan zelf. Je krijgt er een soort, uh, wat is het? Een knuffeltje bij van Hulk Hogan. Ik weet niet, van Hollywood Hogan. Van uh, NWO-tijd, geloof ik. Uh, een knuffeltje ervan. Um, je krijgt een stukje van de ring. Waar die in heeft gestaan uh, toen die uh, bij Raw was. En een DLC-codes voor twee Hulk Hogan's en DLC-codes voor twee Stinks. En dat was het geloof ik zo uit mijn hoofd wel. Die Stinks die krijg je ook als je de game pre-ordert gewoon zonder Hulk Hogan Edition. Maar het hele Hulk Hogan-zooitje krijg je alleen dus bij de Hulkamaniac Edition. Maar die zal... Hoogstwaarschijnlijk 100 euro gaan kosten. Hij kost ook 100 dollar. Dus dat zou waarschijnlijk ook 100 euro gaan worden. Dus ja, of dat het geld waard is, dat is ieder voor zich. Ik denk voor mij, denk ik niet. Zo'n grote Hulk Hogan fan ben ik ook weer niet. Ik had zelf liever gezien dat ze een Sting Edition zouden doen. Allerlei speciale zooi van Sting of zo, weet je. Want hij is nu echt nieuw in de game. En Hulk Hogan hadden we vorig jaar ook. Dus ja, ik, voor mij is het niet helemaal waard. Maar goed, ieder voor zich. Voor echte Hulk Hogan fans is het tof. Verder hebben we. Hebben we verder nog nieuws? Um, ja, ja, eindelijk een mode. Waarvan hij eindelijk weer naar de WWE games komt. Of eigenlijk debuteert deze mode. De My Career in WWE. Hij zat al in de NBA. Hij komt over van de NBA 2K games. Um, current gen PS3 en Xbox 360. Zal deze My Career Mode niet hebben? Dat is pech. Maar waarschijnlijk zit er gewoon niet meer genoeg ruimte in voor die PlayStation 3 en Xbox schrijven. Waarschijnlijk gaat dat gewoon niet werken en kunnen de systemen dat gewoon niet aan als ze al die nieuwe shit erin gaan gooien. Ik vind het jammer voor de PlayStation 3 en Xbox 360. Ik bedoel, nieuwe graphics dat ze dat niet krijgen, dat is logisch. Maar goed, ik hoop dat er nog iets moois wordt aangekondigd voor. PlayStation 3 en Xbox 360, want anders is er niet echt veel spectaculairs voor hun eerlijk is eerlijk dat uh, ze lijken nu een beetje in de vergetenheid te worden gebracht, maar dat komt gewoon omdat dit ook de eerste game voor de PlayStation 4 en Xbox One, de eerste WWE-game althans gaat worden voor de nieuwe consoles, dus dan wil 2 natuurlijk gaan knallen. Dat deden ze vorig jaar ook met NBA en nu doen ze dus met WWE. Um, en ja, ik heb een Playstation 4, dus voor mij is het super tof nieuws. En ja, ik ga ook zeker wel pre-orderen, want ik wil wel Sting, maar die Hulk Hogan shit, zoals ik al zei, maakt mij niet zoveel uit. Wat er ook nog gaat komen, is een, um, ik ben de naam van de mode even zelf kwijt. Maar een soort rivalry mode, waarin uh, rivalries van het, van het verleden dus um, nagespeeld zullen kunnen gaan worden, als het ware. Welke rivalries dat worden, zijn nog niet bekend. Uh, maar ik denk zelf dat Randy Orton en John Cena dus erin gaan zitten. Want die screenshot die is gereleased en die je hier ziet, is denk ik niet echt in. Is geen gameplay screenshot. Ik denk dat dat juist een screenshot is van zo'n cutscene. Van de rivalry mode tussen John Cena en Randy Orton. Want John Cena en Randy Orton hebben veel. Uh, storylines, veel rivalries gehad. Te veel zelfs, naar mijn mening. Maar in hey, ieder geval, zich, ze hadden wel een aantal goede. Maar de laatste tijd, als ze iets hadden, die twee, dan was het aardig, saai. En het enige wat ze ermee nu doen, is uitmelken met die twee. Als het ware, als ze tegen elkaar strijden. In ringwerk is ons nog wel redelijk goed als die twee gaan. Daar kan je niks over zeggen. Maar in promo-werk. Het is gewoon te vaak gebeurd tussen die twee. Maar goed, ik dwaal van het onderwerp. Dat is dus ook mijn mening over die screenshot. Ik denk dat het geen gameplay screenshot is. Maar uit een cutscene van de rivalry mode. Um, ja verder heb ik niets over deze game te zeggen. Laat jullie meningen achter. Wat jullie ervan vinden van de game die gaat komen. En ik spreek jullie in de volgende video weer. Bedankt voor het kijken. Deel het als je het leuk vond. En laters.